Het onafhankelijk kiesbureau heeft vanmiddag tijdens een ontmoeting met de pers cruciale wijzigingen die zijn doorgevoerd in de kiesregeling gedeeld met de gemeenschap. OKB-voorzitter Samsir Ali Sheikh Alibak stelt dat met de wijziging van de kiesregeling het Centraal Hoofdstembureau nu belast is met de kandidaatstelling voor de Nationale Assemblée. Dus de leden, de kandidaatstelling voor de leden van de Nationale Assemblée geschiedde voorheen bij de hoofdstembureaus in de districten. Nu zal dat allemaal bij het Centrale Hoofdstembureau moeten geschieden. Dus dat is een belangrijke wijziging. Voor de kandidaatstelling van de RR zijn de hoofdstembureaus in de districten nog steeds belast. Een belangrijke wijziging die ook is meegenomen bij deze wijzigingen betreft de loting. U weet, nadat de kandidaatstelling heeft plaatsgehad, moet er loting plaatsvinden om de volgorde op van de politieke organisaties of de stembiljet of die stembiljetten te kunnen bepalen. Voorheen hadden we twee lotingen, één op DNA-niveau, DNA-stembiljetniveau en een loting op RR-stembiljetniveau. Sheikh Alibak geeft aan dat de loting op DNA- en resortsraadsniveau geschiet door het hoofdstembureau. Er zal maar één loting plaatsvinden. Dus wanneer één loting heeft plaatsgehad en er een volgorde daaruit voort is gevloeid, die volgorde wordt dan gehanteerd zowel op het stembiljet van DNA als op het stembiljet van de RR. Dus dat is een belangrijke wijziging die is doorgevoerd. Verder, een andere wijziging, dat de hoofdstembureaus in de districten, die functioneren nu onder verantwoordelijkheid van het Centraal Hoofdstembureau. Voorheen waren ze een zelfstandige autoriteit, nu zijn ze eigenlijk verantwoording verschuldigd aan het Centraal Hoofdstembureau. En daarom, met al deze wijzigingen, zal het onafhankelijk kiesbureau meer dan voorheen het geval is geweest, haar toezicht en communicatie met CHS opvoeren. De voorzitter stelt dat in de aangepaste kiesregeling ook is opgenomen dat politieke organisaties geweigerd kunnen worden door het OKB om deel te nemen aan de verkiezingen als ze niet voldoen aan de waarborgsom.